Bij het gebruiken van pesticiden moet voorzichtigheid zeker geboden zijn. Voordat u overstapt op het gebruik van pesticiden, is het van belang dat u het etiket op de fles eerst goed doorneemt. Er is een speciale manier voor het aflezen van een etiket. Je begint altijd te kijken naar wat heel groot op de fles staat geschreven. De handelsnaam staat altijd in hoofdletters. Dat is dus de naam die de fabrikant erop heeft geplaatst. Het kan zijn dat één middel verschillende handelsnamen heeft. Daarna lees je dan in kleine letters daaronder de actieve stof, de werkzame stof. Dat is dus voor alle heeft een middel vijf namen. Voor alle vijf namen zal je dezelfde actieve stof hebben. Een simpel voorbeeld kunnen we nemen gramoxoon. Je hebt dus gramoxoon, je hebt paraquat, je hebt grasskiller. Je hebt King Grasskiller heb je ook nog. Dat zijn allemaal namen voor hetzelfde middel, paraquat dichloride. Vervolgens moet er ook nog op de label staan hoeveel in de fles zit. Dan kijkt men eerst naar de volledige inhoud. Daarna kijkt men hoeveel van de actieve stof in de fles zit. Vervolgens moet er ook nog staan de fabrikant, wie het heeft gemaakt, de importeur. Maar belangrijk wat er staat op de fles is hoe je het moet gebruiken. Hoeveel je moet gebruiken, wanneer je het moet gebruiken, hoe lang je moet wachten. De juiste manier om pesticiden te gebruiken is om eerst na te gaan wat voor plaag of ziekte je hebt in je veld. Pas wanneer je weet wat je hebt, kun je dan op zoek gaan naar een middel om dat te bestrijden of te beheersen. Vaak genoeg raden wij de mensen aan om eerst te kijken naar andere teelttechnieken. Bijvoorbeeld je veld schoonhouden, zorgen dat je ziek materiaal uit je veld haalt voordat je begint te spuiten. En als u er toch voor kiest om met pesticiden te spuiten, gebruikt u dan wel de juiste dosering? Staat er geschreven dat je per liter water 5 milliliter pesticiden moet gebruiken, dan zou je dus per tank 5 x 20 is 100 milliliter aan pesticiden moeten gebruiken. Ga je meer gebruiken, dat wil zeggen dat je als eerste gaat voelen in je zak. Als tweede, je bent bezig je milieu te vervuilen, het heeft dus nadelen. En als derde, hij gaat geen beter effect hebben dan wanneer je je normale 5 milliliter per liter water zou gebruiken. Ga je minder zetten, is er ook nog een gevaar. Wanneer je minder zet, kan het zijn dat de organismen die jij wil bestrijden op den duur ongevoelig worden voor je middel. Dus je moet je daarom houden aan de dosering die is aangegeven door de fabrikant. De gewassen waarin het gebruikt kan worden, de ziektes waartegen het is en de dosering ervan. Aan de linkerkant op uw beeldbuis staat aangegeven wanneer je hem moet gebruiken. Hier staat geschreven bij de eerste vlekken, als de eerste vlekken zichtbaar zijn. Daarna staat aangegeven de veiligheidstermijn. Let wel, veiligheidstermijn, want het is 5 dagen. Dat wil zeggen dat je dus 5 dagen nadat je hebt gespoten pas mag oosten. Ook het vernietigen van je lege verpakking is aangegeven. En veiligheidsvoorschriften, wat je zou moeten doen of wat je zou moeten gebruiken als je dat middel toedient in het veld. Hier hebben we ook weer dezelfde pictogrammen. Achter slot en grendel, je veiligheidsbril, handschoenen, laarzen en de triple rinse. Als je wil gaan spuiten, moet je als eerst letten op je weersomstandigheden. Want als je ziet dat het gaat regenen binnen een uur, heeft het geen zin om wat je ook wil gebruiken te spuiten. Daarna ga je kijken naar de tijdstip. Wij raden aan vroeg 's morgens of laat in de middag te spuiten. En dat heeft bepaalde redenen. Wanneer het heet is, dan kan jouw middel verdampen voordat hij op je plant aankomt. Dat is 1. 2 kan zijn, je kunt ook verbranding krijgen op je planten. En 3 kan zijn, de poriën van de plant zijn dan gesloten, waardoor de werking minder wordt op zo'n plant.
Dus je moet letten, als we even weer herhalen, je let op je weersomstandigheden, je let op je tijd en bovenal moet je ook letten op je windrichting. Je moet met de wind in je rug spuiten. Ja, en ook proberen niet in de drift te lopen of in je drift te lopen waarmee je bezig bent te spuiten. Het laatste dat ik wil zeggen ten aanzien van het aflezen en gebruiken van pesticiden. Ga eerst na of er een andere oplossing is dan chemisch bespuiting. Als er geen andere oplossing is, lees dan de label en gebruik de juiste dosering. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.